President Erdogan van Turkije zei gisteren dat een van de daders van de terreuraanslagen op Brussel dinsdag vorig jaar vanuit Turkije is uitgezet naar Nederland. Ibrahim El Bakraoui blies zichzelf op de luchthaven Zaventem. Het nieuws zette Den Haag direct op scherp, al is het nog niet bevestigd, zegt parlementair verslaggever Jorn Jonker. Betrokken diensten en ministeries zijn in opperstaat van paraatheid. Ze zijn druk aan het zoeken. Er wordt druk overlegd ook tussen verschillende bewindspersonen. Er is ook aanwezig minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Hij zegt dat hij nog de feiten op een rij moet zetten en dat de informatie hierover later aan de Kamer zal worden gestuurd. Hij zal dan in een aparte brief uitleggen of die bewering van Erdogan nou echt klopt. En of die terrorist echt naar Nederland is uitgezet. Politieke partijen willen vooral weten of het klopt wat Erdogan heeft beweerd over de uitgezette terrorist. Maar als het klopt, weten zij ook, dan hebben zij een goed politiek middel om het kabinet aan te vallen. Vandaag is er een groot debat over de aanslagen in Brussel. Nou ja, als deze bewering klopt, dan heeft het kabinet het wel lastig vandaag. Daar zal iedereen gebruik van maken. Wilders zegt al, als dit klopt, moet Rutte aftreden. Nou zegt Wilders dat vaker, maar ook andere partijen zullen er een goede deuk in het kabinetsbeleid kunnen slaan als dit klopt.